Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De sneeuwval viel gisteren tegen, maar toch in sommige delen van het land is er toch een leuk laagje gevallen. Met name in delen van Overijssel en Gelderland. Ik kreeg meldingen van uh, zo'n 5, 6 centimeter op de postbank. Dat zijn de heuvels bij Arnhem. En ook in heten zou 4 centimeter zijn gevallen. En deze foto komt uit een En ook daar is duidelijk sprake van sneeuwpret. Maar het was niet overal vandaag uh, winterswit in het uh, westen. Hingen juist dichte mist en deze schitterende foto komt uit Den Haag, waar je mooi over de mist heen kijkt richting de zee. De mist was erg hardnekkig, ook op dit moment is het op sommige plaatsen nog mistig en dat zal vanavond niet anders worden. Er zijn een paar opklaringen en in die opklaarsgebieden ontstaat dan mist en die mist die kan dicht worden. Dat betekent dat het zicht minder dan 200 meter is. De temperaturen dalen langzaam tot rond of iets onder het vriespunt en in de nacht wordt het dan 0 tot min 3 graden. Hoe mistig het gaat worden valt niet te zeggen. Het hangt geheel van de opklaringen, de windkracht en de temperatuur af. Want soms bij temperaturen van min 3 graden kunnen de kleine mistwaterdruppeltjes bevriezen. Die sneeuwen dan als het ware uit en dan ben je de mist ineens kwijt. Morgenochtend eens dus even kijken wat de meest recente waarschuwingen zijn. Want dat er waarschijnlijk mist zit, die kans is toch wel groot. Vannacht dus temperaturen onder nul, betekent dat natte wegen ook weer glad kunnen worden. Ook daar kunnen we morgenochtend even last van hebben. Maar uiteindelijk gaat in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen de mist oplossen, dan breekt af en toe de zon door. Er zullen zeker regio's zijn waarbij het hardnekkig bewolkt blijft, maar ik verwacht toch ook meer plaatsen in Nederland van tijd tot tijd zon. Temperaturen 3 tot 5 graden en daar waar het mistig blijft is het 1 graad. In de ochtend stelt de wind nog weinig voor, in de middag begint de wind iets in kracht toe te nemen, aan zee kan die dan windkracht 4 worden. En kijken we dan naar het weer voor de komende dagen, dan zien we dat de woensdag en donderdag op zich weinig verandert. De wind neemt nog iets in kracht toe, daardoor kan er eigenlijk geen mist meer ontstaan. Maar verder houden we een afwisseling van wolkenvelden en zon. Smiddags een graad of twee en in de nachten lichte vorst. Vrijdag neemt de kans op neerslag toe. Of dat regen is of sneeuw valt nu nog niet te zeggen. De neerslag komt vanuit het noordoosten en het is vooral hele lichte neerslag. En daarmee gaat de kou dan ook langzaam weer uit de lucht. De komende dagen hebben we enigszins kwakkelweer. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur langzaam iets omhoog. En in de loop van volgende week raken we de nachtvorst grotendeels kwijt. Smiddags is het dan geen 2 graden meer, maar een graad of 5. Let dus vanavond en vannacht nog even op op de mist en de lokale gladheid. En dan hopen we morgen de zon door te zien breken. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.